Hallo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe tutorial. Deze tutorial gaat over Payday 2 en het laat jullie zien hoe je in Mall Crusher in 1 minuut kan halen. Payday 2, als je dat nog niet kent, waarvan ik van veel mensen eigenlijk wel denk dat ze het niet kennen, het is eigenlijk gewoon een game waar je mensen moet overvallen. In ieder geval, meteen in het spel. Wat heb je nodig om Mall Crusher, zoals je hier zo bovenin ziet, in 1 minuut te halen? Allereerst, ik neem graag gewoon een normale geweer. Ik neem meestal de Carrefour, die heb ik helemaal geëdit, of de AK-762. Als secondary, neem ik maar eigenlijk, ja, maakt niet uit welk geweer je maar neemt. Als het maar mines kan laten ontploffen, want die heb je ook nodig, dan kom ik zo meteen op. Maar aangezien ik net een nieuwe pistool heb, denk ik dat ik die ga gebruiken. Dan heb je, ik doe dit niet per se. Ik neem meestal de suit, want dat suit kan je heel snel bewegen. En dan als laatste heb je de 2 skills nodig van de trip mines. Je hebt er 3 nodig en nu laat ik het zien. Dus wat je doet eigenlijk, is je masker op. Zodra je begint al. Als ik niet zo lek, AUB. Je rent als een idioot, dus dan ren je naar boven. Ik ren naar boven, ja, zoals je ziet. En je plaatst de eerste in de schoenstoor. Nou, geweldig, je vermoordt ze veel in, ze komen het heel erg doen, vreselijk, dat ze nieuw zijn. Dan plaats je nog eentje in de jewelry store bovenop de trap. Dan ga je verder en dan plaats je nog een in de autoshop. Dat plaats je ook op. Maar ja, dat is natuurlijk normaal. Dan moet je even volgens de dame bijna allemaal kapot schieten en daar hebben we het dan. Objective activated, get back to the van. En nu moeten we zijn idioot in 10 seconden terugrennen naar de van. Maar daar zijn we al. En dat betekent dus dat we deze missie 55 seconden hebben gedaan. Zoals je hier zo ziet. All destruction, check. Pissed off police, check. Dit heb ik helaas opnieuw al gedaan, want de lijst stond het geluid echt veel te hard. Dus ik moest het opnieuw opnemen. Dus het is echt te weinig cash, want ik ga niet normaal hoog. Ik ben al level 50 zoals je ziet, ik ben er trots op. Ik ga nog even een kaart pakken. En dan ga ik jullie laten zien welke skills je ervoor nodig hebt. En het is zo heel matig. Oh my god, 3 keer weggeloord. Wat de hel is dat nou weer voor een pistool? Gast, dat gaat echt niemand halen, maar die is echt te lelijk. Maar ik ga je nog even zien welke skills je nodig hebt. Je hebt er 2 skill points voor nodig en een beetje geld. Je moet naar de technieken gaan en dan moet je de unlocken. Daar komen de trip mines in je inventory. En dan moet je de basic demolition man kopen. Dan heb je 3 van die dingen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden deze tutorial. Ik hoop dat jullie ervan geleerd hebben. Zo ja, laat me het weten als je meer van dit soort tutorials wil zien. Aangezien ik niet de gekochte bandycam heb, kan ik dus geen video's langer maken dan 10 minuten. Dus ik kan geen jobs met 3 days doen en zo. Maar in ieder geval, ik kan dit soort dingen doen. Ik kan jullie helpen. Ik kan jullie problemen fixen. Ik zie jullie later.